Deze highlights worden u aangeboden door Nissan. En Gazprom. UEFA Champions League sponsors. De Pena. En hier weer Supra. Supra noemen ze hem blijkbaar. Ja, zou voor ons ook gemakkelijker zijn. Ja. Bujalski geeft hem mee. Supra, Bujalski. Oh, wat was dat een geweldige goal van Dynamo Kiev. Maar wat gaat dat ook weer zo ongelooflijk makkelijk. Het is mooi gedaan, het is klasse. De aanname, de voorzet, de afwerking is puur goud. Maar het is een wandeling door het bos. Hier Bujalski tot bij Supriaga. En deze mag je echt wel afblokken. En dan Bujalski achter zijn steunbeen. Maar kijk hier ook bij Plastoen. Plastoen moet nog in staat zijn om die voorzet eruit te halen, om dat af te blokken. En hij gaat naar de achterlijn toe, kan geen kant meer op. Als je daar kort genoeg bij bent, moet je in staat zijn om die bal af te blokken. En dan Bujalski helemaal alleen in de kleine rechthoek. Het valt even mee. Oh, ze reageert niet snel genoeg. Want daar is de onvermijdelijke man weer. Bujalski. De Pena was ook meegeschoven. Kijk, snel weer Sidorčuk, sneller dan Owusu. En tegen de paal. En erover. Oh la la, Schaparenko is ontgoocheld. Dat zijn bal. Ik denk dat dat de tweede poging was, zou het kunnen, of was hij de man van de eerste trap. Kijken naar de Poitre. En hier moet hij het afmaken, doet het niet. Ja, als je dat laat liggen natuurlijk, Bukari. Dan heb je toch nog een minpunt. Grote kans voor Gent, eindelijk. En aan de overkant had hij er wis en zeker ingehangen. En Bukari laat het liggen. Ja. Njangbo en erover. Over en naast. Ja, die trapte wel zelf. Laatste 10 minuten in aantocht. 1-0 nog altijd Kiev en Gerson. Is sneller dan Nourio en brengt hem voor. Handspel, vrees ik, penalty. Als het tegen zit, dan zit het tegen. Zeker voor Plastoen. Ja, ik vind dat hoogst ongelukkig, maar het is het reglement natuurlijk. Ja. De Pena. Laag weggelegd. Prima gedaan. En 2-0 voor Dynamo Kiev. Ja, dors van de bal gezet door De Peña. Supriaga meegeven met Kedziora. Daar is Supriaga opnieuw. En een nieuwe penalty. Wel. Nee, het is echt om te lachen. Omvergetrokken door Nourio deze keer. De gele kaart erbovenop, waarom ook niet. Gerson mag het nu echt proberen. 3-0 voor Kiev. Het wordt nog een heel lange tweede helft. Dat is stilaan een afstraffing aan het worden. Njangbo. Kleindienst met links. Geen onaardig schot. Dors de corner. Ja. En nog niet erin. Plastoen van heel dichtbij in de rebound. Opnieuw tegen Bushkan. Nieuwe corner, Dors. Drie op een rij. Plastoen nu van de lijn gekeerd. Ja, ook dat is natuurlijk. Ook dat is natuurlijk de situatie waarin Gent zich bevindt.
Bukhari trekt zich op gang en dan kan Schaparenko niet volgen natuurlijk. Mag het nog eens opnieuw proberen. Nyangbo, mooi. En er nog door, vindt hij iemand. Kleindienst nu dan toch? Nee, nog niet. En nog niet. En nog niet. Nee, Deze highlights werden u aangeboden door Nissan. En Gazprom. UEFA Champions League sponsors.